Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op 27 augustus, donderdagmiddag. Het is een natte dag vandaag, er valt flink wat regen en voorlopig gaat dat ook nog wel even door. Die regen die trok vanochtend vanuit het zuiden het land binnen. Opvallend, in het noordwesten heeft de neerslag meer een buiig karakter. Dat is ook goed te zien op de buieraden. De rode en gele pitten geven aan dat het extra actieve neerslag is. In het oosten en zuiden dus gestage regen. Er is inmiddels al flink wat water gevallen. Vanavond trekt de regen geleidelijk aan naar het oosten weg, maar het duurt tot in de nacht voordat het overal droog gaat worden. Met de regen zijn de temperaturen natuurlijk laag, zo rond de 16, 17 graden momenteel en ook vanavond verandert er weinig aan de temperatuur. Het wordt zo'n 15 tot 16 graden. In het westen zien we geleidelijk aan wel de eerste opklaringen. Vannacht dan wordt het geleidelijk aan overal droog. De regen trekt dan naar het oosten weg. De temperatuur die daalt naar zo'n 12 tot 13 graden en er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Morgen ziet het er heel aardig uit met flinke zonnige perioden en stapelwolken die ontstaan. In de middag zou er dan lokaal een enkele lichte bui kunnen vallen. De temperatuur ligt tussen de 20 en de 22 graden en er staat een matige zuidwestenwind. De zaterdag die ziet er ook prima uit met verder oplopende temperaturen. In het Waddengebied rond de 22 graden. In het zuidoosten van het land kan het 25 tot 26 graden worden. Er staat niet al te veel wind. In de loop van de dag neemt wel de kans op een paar buien toe, met name in het westen en noordwesten van het land. Waarschijnlijk vallen ze pas in de avond of zelfs in de nacht. Zondag wordt het nog wat warmer. Het kan dan zelfs tropisch warm worden in het oosten en zuiden van het land: 30 tot 31 graden misschien wel. Wel neemt in de loop van de dag de kans op stevige onweersbuien toe. Ook op maandag vallen er diverse onweersbuien en stroomt er uiteindelijk koelere lucht vanuit het westen binnen. Smiddags dus wordt het nog zo'n 20 tot 21 graden. En op de lange termijn zien we dat het duidelijk minder warm gaat worden. Want na maandag blijft het kwik over het algemeen steken onder de 18 graden. Zo'n 18 graden is zo'n beetje de maximumtemperatuur. Geldt voor de hele week. Ook de nachttemperaturen worden lager. We gaan richting de 10 graden. Misschien in het oosten wel zelfs onder de 10 graden. En zo af en toe valt er een bui. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza.